Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD van Ramor en vandaag gaan we weer op pad met de brandweer. Ja, dat is inderdaad een tijdje terug en in principe had ik ook gezegd dat het niet meer zou komen, maar ja, dat is toch een beetje anders gegaan dan ik had gedacht. Of ja, eigenlijk miste ik het toch wel en was ik aan het denken van wat wil ik binnenkort online hebben voor jullie. En toen dacht ik aan een brandweer. Nu heb ik eigenlijk gewoon Firefighter opgezocht op GTA 5 mod. Dus toen kwam ik eigenlijk bij deze mod uit. En die heb ik alles geprobeerd. Maar toen werkte die niet. En nu heb ik hem weer erin gesleept. En hij werkt in principe. Ik klop het even af. Want je weet het nooit met GTA. Dus we gaan weer een GTA 5 singleplayer brandweer video maken voor jullie. Nu moet ik wel zeggen. Hou er rekening mee dat het minder uitgebreid en... cool was als de Los Santos Rescue Division mod, die met de echte zwarte rook en met die slang die je in je handen had en noem maar op. Dat is het allemaal niet. Het is nu gewoon brand van GTA zelf, brand wat je met de brandblusser uitkrijgt. En als je niet uitkrijgt, heb je een groot probleem, want dan spreidt het zich over de hele grasvelden en auto's en jouzelf, et cetera. We gaan dus nu in ieder geval inmelden bij de meldkamer. We doen op de 1 drukken en poef, we hebben onze TS. TS vandaag is gemaakt door Reaver en die moet denk ik een beetje gecleaned worden. Het is een Volvo brandweerauto, voor de rest weet ik er ook allemaal niks van. Ik weet wel als ik hem eens clean. Ja, kijk eens, dat is een brandweerkleur rood. We drukken de rem even in. Dit is hem, we gaan voertuigcontrole doen. Blauw, ja dat was hem. Dit nog. Ik zelf kom er niet achter of L is niks. K is niks. Deze knop is ook niks. Dus ja, dat is het eigenlijk. We hebben knipperlichten. Mochten we ergens staan, dan zetten we die wel gewoon aan. We zijn ingemeld en we zijn beschikbaar. Vandaag moeten we dus doen met een brandblusser. Die doet het gelukkig. Alert. We krijgen 100. Fire. Residential building. Location. Gebouwbrand. Strawberry. Street, Forum Drive. Daar gaan we dan ook heen, hè? We zetten status 2 aanrijdend. We moeten de status, dat is wel leuk. En we zijn ter plaatse en het betreft inderdaad een buitenbrand dan wel met woning. We zetten hem op status 3, is dat geloof ik? Ja, ter plaatse. We doen onze ademlucht om. Model spawning, close menu. Ja, een beetje handig allemaal. Het vast wel zo. Ja, zo. Top. We hebben ademlucht. En we gaan beginnen met blussen. Dit is het dus. Hier moeten we mij doen. Waarom heb ik geen collega's? Het kan wel, maar kom ik nog op terug zo meteen. Moet ik nog iets zeggen? Ja, want ik ken jullie nu wel. Of ja, weet je, het maakt niks uit of ik het zeg. De comment krijg ik toch wel. Ja, daar staat brand van Zuid-Limburg op je pak, maar de TS is uit Tilburg. Ja, dat klopt. Waarom? Omdat deze brandweerpakken vet zijn. En omdat die TS gewoon vet is. Dus dat is de reden, zeg maar. Maar ja, aan de andere kant, het klopt helemaal niks van mijn GTA, om maar even zo te noemen. En even een nakontrole nog doen. Even rondom het pand kijken. Want in principe heb ik politieauto's met kentekens uit Maastricht. Een ambulance heb ik dan nu ook uit Maastricht. En dat is wel leuk om te weten. Ik laat even foto's. Of ja, ik vind dat altijd wel leuk. Tuurlijk, ik kom uit Maastricht. Dus voor mij is dat dan leuk. En voor jullie als mensen uit Amsterdam of zo is daar natuurlijk niks aan. Maar ik heb nu via een mod. En dan kan ik wel even snel in beeld laten komen sowieso. Als je hier nou naar vehicle spannen. Kijk, edit vehicle. Heb ik hier ambulance 2, 3 en 4. En dat wil ik dus nog helemaal gaan uitbreiden naar ambulance 5 en 6. Want ik heb tot nu toe bijna alle ambulances uit Maastricht heb ik ook in GTA. Dus hier ben ik een beetje aan het erin zetten tot ik gewoon een hele ambu-post zou kunnen maken van Maastricht. We zetten hem op status 5, 6, enter. We zijn klaar. Hoe ging dat? 4? 4 ja. We zijn niet beschikbaar. We gaan retour. Hij gaat even doorgeven, AC, we zijn beschikbaar voor een melding en we hebben de brand geblust over. Ja, de meldkamer heeft de status binnengekregen, we gaan retour. En wij zetten hem op, of wij doen alles weer af en uit. Oh, ja, dit tasje vind ik niet uitzien, maar goed.
En dan gaan we terug. Wat wilde ik nou nog zeggen? Ja, de brandweerauto heeft een nieuwe OOV-striping. En dat zijn dus de dikkere strepen. Ik vind het wel grappig. Er zijn nog steeds mensen die zeggen, die strepen kloppen helemaal niet. Jawel, dat klopt inmiddels wel. Die strepen zijn twee keer zo dik, drie keer zo dik, weet ik het wat. Maar dat zou beter zichtbaar moeten zijn. Ik vind het op een TS niet verkeerd. Dus ja, ik vind het wel nice. Ik moet nog iets zeggen. Ja, hoe komen we bij die nieuwe ambulances en zo? Ja, nou in ieder geval, ik ben dus heel mijn GTA. Kijk, daar is een Nederlandse tram trouwens. Dat is ook wel leuk en ook wel vet. Allemaal wat dingen die we gaan aanpassen. Hè? Kijk, Coolblue busjes rijden al rond. Nederlandse kentekens. Oeh, dit zijn wat gegevens die niet in beeld mogen komen. Ik ga zo mijn verhaal verder vertellen. Als we terug zijn. Zo, daar ben ik weer. Ja, ik merk nu al dat het een crashgevoelige mod is. Maar ja, goed, daar is niks aan te doen. En waar ook niks aan te doen is, is als jullie in de reacties zouden zeggen van... Doe die andere mod terug, die is leuker. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Ik ga deze pakken, maar ik vermoed ook dat die crasht. Maar ik weet niet of ik iets kan weigeren. Maar we doen het gewoon. Ja, en wat ik dus net was aan het zeggen, we zijn allemaal dingen aan het veranderen in game. Daar Nederlandse wegen, Nederlandse verkeerslichten, Nederlandse hulpdiensten natuurlijk. Wat ik niet ga veranderen is Nederlandse auto's. Denk aan de auto's die nu rondrijden in GTA, dat die allemaal een beetje realistisch worden. Hè? Bijvoorbeeld Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen. Status 2, we zijn aanrijdend. Dat gaan we niet aanpassen, want dat is toch wel, dat vraagt veel van GTA. En wat je dan krijgt is dat eventueel, dan verdwijnen de wegen weer. Dan zie je weer door gebouwen in Cityburg, noem ik dat. En zo heet dat ook. Dat is altijd een nadeel. Waarom rij je niet? Omdat ik me dan niet kan concentreren wat ik wilde zeggen. En waar zijn mijn collega's? Nou, die span je niet zo makkelijk in bij deze mod. En daar heb ik echt geen zin in om die weer in te spannen. Want het enige wat ze dan doen is in de weg lopen en in de fik vliegen omdat ze weer door de brand heen lopen. We gaan nu naar een trailerbrand. Ik vermoed dat daadwerkelijk een trailer met olie en zo in de fik staat. Hier links. Oh, godsamme zit die. Ik schrok me helemaal kapot. Sorry meneer of mevrouw of wat ligt hier. Jullie zagen waarschijnlijk mijn stuur zo vol naar rechts zo schieten ineens. We zijn ter plaatse, meldkamer. Dat heeft u waarschijnlijk al gemerkt als ik via de portofoon godsamme riep. Gaat dat ding open voor mij? Ja, die gaat open, maar niet van harte. Model spawning load. Ja, en hoppakee. Nee, we zijn niet. Ja, we zijn aan site. Oh. Blussen die op. AC beschalen op middel. Brand groot. Schrip 5, 7, rijk, alles. Het gaat met het grip via, weet ik. Ja, grip rijk dan nog. Maar is hij ooit in Nederland uitgegeven? Denk ik niet. Brandmeester, geen grip meer. Ik denk eigenlijk niet dat er ooit grip rijk in Nederland is geweest. Maar dat weet ik ook niet hoor. Want bijvoorbeeld een vliegtuigcrash op Schiphol. Die Turkish Airlines, dat was geloof ik maar grip 2 of 3. Ja, misschien was de vuurwerk ramp in... Wauw, dat... Ik weet even... Harderwijk? Waar was die vuurwerkramp nou? Vuurwerkramp, even snel. Enschede. Ik wilde Enschede zeggen, maar ik dacht nee, dat is het niet. Ik weet niet, misschien was dat een griprijk. Want er zijn toch wel doden gevallen en grote brand en vuurwerk door de hele stad. Maar goed, dat weten jullie misschien. Laat maar even weten. Ik vind het ook interessant om dat soort dingen te weten of de orde een griprijk is geweest. We zijn niet beschikbaar, maar we moeten status 5. Meldkamer, brandmeester, tourkazerne. Mooie TS, nogmaals gemaakt door Reaver. En waar kennen jullie die nou van? Nou, die kennen jullie waarschijnlijk van de Miku. En dat is de Miku, de Amsterdamse Miku. Ah ja, dat klopt. Ja, dat klopt zeker. Die heeft hij ook gemaakt. En daarbij heeft hij ook een TS, ook deze TS gemaakt, maar dan met de kleine strepen. Hè? Hoe je ze, de normale striping zal ik ze maar even noemen. Ook al is dit tegenwoordig de normale striping. Gaan jullie nou echt alleen open als ik er tegenaan rij en de lucht in vlieg?
grappige is, ik ben er nooit terug op de post of op de kazerne gekomen met deze mod. Dat crashte altijd, dus ik weet helemaal niet wat ik daar moet doen. Ik ben aan het parkeren. En dan weer... ik zet hem gewoon hier neer, Jolo. Je blokkeert de hele weg, ja dat klopt. Terugzetten en status 1 of zo toe beschikbaar zijn, denk ik. Ik weet niet hoeveel status die gaat. Ik heb nu net 5 gedrukt voor te melden tot we terug gaan. We kunnen nog eens 6 proberen dadelijk. Toen ik ze verliezen. Ja, het is slecht op hè. Dat die dingen... Meestal gaan ze niet omlaag als ze omlaag moeten. Want dan zie je de trein al aankomen. Dat had ik toen straks. Maar toen was ik niet aan het opnemen voor jullie geloof ik. Toen kwam dat, toen ging dat ding omlaag. Of niet omlaag. Toen zag ik die trein al bijna bij me komen. Press 6 2 times. Oké, dus we moeten 6 2 keer achter elkaar drukken om te melden dat we weer beschikbaar zijn. Dan gaat dat ding niet omlaag op het moment dat die trein al bijna bij me is. En toen was die trein bij me, toen gingen ze omlaag. En vervolgens, toen die trein langs was, ging die niet meer omhoog. Er zit een soort delay in ofzo. Hij gaat te laat omlaag en hij gaat pas omhoog als die trein al lang weg is. Je ne sais pas wat het is. Wat ik wel weet is dat deze mod trouwens ook Frans is. Ik geloof dat hij ook een beetje een Franse naam heeft voor GTA 5. Want je moet gewoon Firefighter intypen. Als je niet weet hoe je dat schrijft, nou dan vraag ik me af. Wat, nou laat maar zitten. Dan zoek je maar op hoe je het schrijft. Maar in ieder geval, dan vind je deze mod meteen. Het is gewoon slepen in je scripts mod folder en je starten met F7. En de rest wijst zich vanzelf. Want ik neem dit nu op, maar dat is ook de eerste keer dat ik het speel met jullie. Ook al zei ik net dat ik had gespeeld zonder opname. Dat klopt. Toen heb ik F7 gedrukt. Enter gedrukt om de mod te starten. Vervolgens heb ik een melding gepakt. Toen crashte die. En toen dacht ik, nou het is goed. Ik ga wel met jullie opnemen. Dus in principe is het zo afgerond de eerste keer dat ik iets... ja, tot het ook allemaal voor mij nieuw is zeg maar. Maar tot nu toe is het best leuk om eens zo nu en dan te doen. En tegenwoordig, wat me opvalt, de politievoertuigen zijn bijna allemaal wel gemaakt. Dus gaan mensen zich verdiepen in brandweerauto's en ambulances qua modders. En dat vind ik wel tof om te zien. Dit bevordert trouwens niet het imago van de brandweer, hè? Roken in een brandweerkazerne in een gebouw. Dat is natuurlijk niet goed. En dat vind ik wel tof om te zien dat er ook nieuwe TS'en worden gemaakt. Want deze ziet er echt vet uit. Ook al zit er dan geen oranje en zo in, maar achter is toch niks mis mee. Zeker niet. Voor een melding. Wat hebben we? Other fire unspecified in the garden of a residence. We hebben een buitenbrand. Rancho. Staat 1. Ik bedoel 2. Boulevard. AC. De 20. Wat zijn we eigenlijk? De 30. De 0033. Goed, nou, dat zal wel. Aanrijdend buitenbrand in een tuin van een gebouw. Daarom gaan we wel prio 1. Waarom prio 1? Omdat er dus kans is op uitbreiding naar een gebouw. Kijk, hier blijven ze weer omhoog. Oh, daar is wel een muurtje. Kijk, het zit uitbreid naar de boom en naar het hek en naar de... Je weet wel wat, dan heb je dadelijk een... Oh my god, kipjes! Als die kipjes in brand vliegen, hebben we wel avondeten. Dok, oh my god, we hebben vergeten uit te zetten. Oh my god, wacht. Stop mensen, ik kom in vrede. Oef. Ik zit hier natuurlijk in de, hoe heet het, in de hood. Dus mensen willen me graag aanvallen als ik hier met een brandblusser brandje zit te blussen. Je fikte nog iets. Als de huur staat leeg. Ik ga niet aanbellen. Ik wilde aanbellen en zeggen, goeiedag, uw huis stond bijna in de fik, maar ik heb het gered, geef geld. Maar dat is er niet nodig. Hè. We doen op 5 geloof ik hè. Impossible to be returned. Nou, wat moet ik dan doen? Ik moet dus eerst 5-5. 4-4. Ik moet eerst niet beschikbaar en dan op 5. Dan zegt hij, wait 5 seconds. Gaat hij kijken, is de brand wel uit? Nou, het is goed. Oké, meldkamer, AC, brandmeester. Het is toch een mooi dingetje.
Als hij zo erbij staat vind ik hem echt vet. Maar in zijn achterhoed. En in zijn voorhoed. Blauw geduwd. We zijn weer terug en we hebben bezoek van een andere TS. Nou, in principe als ik een conclusie moet trekken van deze mod. Ja, het is geslaagd. We gaan hem zeker vaker doen en hij crasht alweer. Tot zo. Nou, daar zijn we weer. Wat ik wilde zeggen is, in principe is ze dus wel zeker voor herhaling vatbaar. Maar, er komt natuurlijk een maar. We krijgen meteen een melding. Een gebouwbrand. Op dezelfde plek geloof ik hier. Er zitten dus een paar minpunten aan. Dat we nu weer naar hetzelfde gebouw gaan, bijvoorbeeld. Dat de... dat de meldingen leuk zijn. Maar dat je dit nooit met een autoladder of een HV kunt doen. Of ja, zeg nooit nooit. Want we kunnen best met een HV naar deze melding toe rijden. Maar het heeft toch geen toegevoegde waarde. Dus ja, dat heeft wel geen zin. Een autoladder kan ik je ook best naartoe gaan. En dan gaan we blussen. Maar dan krijg je weer, ja, maar een autoladder die gaat nooit alleen naar een melding. En die blust niet zomaar en bla 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 dit dat. Klopt ook. Dus ja, het is leuk voor af en toe. Maar het gaat niet vervangen om de Los Santos Rescue Division mod, zeg maar. Je zult hier geloof ik geen auto-ongevalmeldingen krijgen en zo. Dit is echt puur brandjes blussen. En dan zijn dat dit soort brandjes. Ah, shit, ik heb weer... Ik kan wel een tweede TS te plaatsen, hoor ik. En dat komt natuurlijk standaard door GTA. En ze gaan er weer vandoor, want ze zien tot wij alles onder controle hebben. En dat snap ik ook wel, want wij hebben ook alles onder controle. Een rondje om het pand. Niks meer aan het fikken. Hier aan dit struikje nog even voor de zekerheid even eens goed door poederen. En dan gaan wij met de TS terug naar de kazerne. En dan ga ik jullie vanaf deze locatie in ieder geval bedanken voor het kijken. Nogmaals dus, dat is wel een mooi plaatje. Maar even de TS omdraaien, misschien onze thumbnail. Maar dat gaan jullie vanzelf zien. Wat wilde ik zeggen? Ja, dit is dus leuk voor een keertje. Het gaat niet de Los Santos Rescue Division vervangen. Ja, maar zet die dan terug? Nee, dat gaat ook niet gebeuren. Want dat, ja, weet je, dat was gewoon een crashgevoelige mod die veel van je GTA en van je PC vroeg qua geheugen en ruimte en zo. En ik ga... En sowieso kreeg ik in ieder geval allemaal berichten van ja, ik krijg hem niet geïnstalleerd dit tot, dus laat staan tot ik hem zelf weer geïnstalleerd krijg. Hij is ook niet meer te downloaden, ik heb hem ook niet helemaal. Ik vond het toen altijd een wonder tot ik hem werkend had gekregen. Dus die gaat niet meer komen, dus we moeten met deze doen en met roleplay. Maar op dit moment ligt de server er bij de roleplay, die haalt hij ook even uit. Niks ernstigs, maar wat ik wel weet is dat ik dus ook geen roleplay video's kan opnemen op dit moment. Kom binnenkort allemaal weer. Tot de volgende video. Doei!